Jorm Hendricks, allereerst van harte gefeliciteerd namens alle supporters en DVS TV natuurlijk. Dankjewel. Ja, heerlijk. Jouw verhaal van de wedstrijd? Nou, ik vind eigenlijk dat wij van minuut 1 tot aan minuut, nou, dat was het 3,94, eigenlijk wel controle hebben gehad. Met Vlaag ook echt wel goede aanvallen hebben neergelegd. Goed hebben verdedigd. Volgens mij zijn er twee, drie momenten waarin nou, we er even niet goed uitzien. Volgens mij op het laatste kopbal van Genemuiden. Maar ik vind dat wij nou, overal 1 terecht winnen. Twee geweldige doelpunten maken. Eigenlijk wel nog een derde, misschien nog wel een vierde hadden moeten maken. Want die kansen hebben echt wel gehad. Dus dan maak je een wedstrijd nog eerder kapot en dood. Maar ja, wat ik zeg, wij van begin tot eind gewoon de betere. En ja. Dan win je terecht. Mij viel de gezamenlijkheid met name in het terugverdedigen. En dat begon eigenlijk van vooraf in de aanval. Dat vond ik echt heel opvallend, Joram. Nou, ik vind wij kunnen als individu kunnen we allemaal heel goed voetballen. Ja. Van A tot van eigenlijk van nou, de nummer 1 tot aan de nummer 23. Dus de hele groep qua techniek en kunnen we heel goed voetballen. En ik vind op het moment dat wij er ook nog eens een dosis arbeid opgooien. En dat doen we de afgelopen weken. Ja, vind ik dat wij ook gewoon een heel goed team zijn. En dan slaat dat ook over in op het moment dat je arbeid levert. En de voorste linie doet dat, gaat de achterste linie dat doet, et cetera. Dus we hebben elkaar enorm geholpen. We hebben echt als een team gespeeld. Ik vind het ook een enorme teamprestatie. Ook de jongens die op de bank zitten en geblesseerd zijn, die hebben ook allemaal bijdrage daarin. Dus ja, ik kan alleen maar heel trots zijn op hoe wij dat vandaag hebben gedaan tegen Genemuiden. Met name in de eerste helft zag je op een gegeven moment dat moment dat vijf DVS-spelers echt als mieren om een Genemuiden-speler heen zaten. Ja, nou, we en weten daardoor het, balbezit kregen. Te maken met, dat is dan ook een stukje verhaal wat we aan de voorkant vertellen en een stukje, nou, misschien ook wel een stukje tactiek. In die zin, van ja, op het moment dat wij hem verliezen en zij hem veroveren, ja, weet je ook dat zij voorop gewoon heel veel power en snelheid hebben. En dat ze hem er graag achter gooien op lopende spelers. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je echt gelijk naar je eigen goal gaan sprinten. Of je kunt voorop op het moment dat je hem verliest gelijk druk zetten. En ik denk dat we beide heel goed hebben gedaan. Maar met name dat laatste stukje, dus voorop heel snel naar die bal. Want het gaat uiteindelijk om dat ding. Die eraf, hè, die lange bal eraf halen. Ja, dan zorg je er ook voor dat je achterin rust krijgt en ja. Dat je ook grip krijgt op een wedstrijd. Ik kan maar één puntje van kritiek opnoemen en dat zijn de corners en de vrije trappen. Die worden eigenlijk bijna allemaal lang genomen en ik denk dat vond ik ook. Ja, kort is zeker een optie. Ja. Maar ik vind wel, lang, dat is ook wel met een bepaalde reden. Maar goed, met name lang en dat betekent dat Streutke de keeper kon heel veel ballen plukken. Ja. Maar ik vind dat we dat niet goed doen, dus daar moeten we sneller voorkomen. Want volgens mij de tweede helft ook twee geweldige ballen van Mike. Ja, op het moment dat we dan voor Streutke langslopen, dan kun je hem zo binnenschieten, koppen, ze geven de naam. Maar dan zijn we er wel, of dan moeten we daar gewoon zijn. En dan zijn het wel gevaarlijke ballen. En ik denk ook niet dat jij dan kritiek hebt, Piet. Ja, oké. Ik vond het echt een overwinning van het collectief. Ja, 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 en naar een, dat is ook wel duidelijk, na best wel een rumoerige week is dit gewoon heel prettig. Ja. Voor alles en iedereen die DVS gewoon een warm hart toedraagt. Edmund heeft een hele mooie selectie achtergelaten. Ja, nou, ik vind het, en dan is het op persoonlijke titel, ik vond het heel fijn samenwerken met Edmund. En dan praat ik denk ik voor de hele staf. Die lijntjes waren kort, het was allemaal duidelijk, we dachten hetzelfde. We betrokken elkaar ook in heel veel dingen. Dus ik vind het jammer dat het zo is gelopen. 1 voor de functie, maar 2 met name ook voor de persoon. Het moet mijn eer. En dat vond ik gewoon. Kijk, die heeft heel veel goede dingen hier bij de vereniging gedaan. Ik maak dat nu pas een paar maanden mee. En dat vind ik gewoon, dat vind ik jammer. Maar goed, ik hoop dat hij straks weer hier gaat komen. En ja, dat hij ook weer een zwart-geel sjaaltje draagt. Volledig met je eens. En een heel goed weekend gewenst. Dank je. Joram, dat gaat wel lukken.